spektakel genoeg hier zo op de baan. Hey allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Feestje Bouwen. Vandaag staan we in Halsteren waar we een kijkje gaan nemen bij Trek Trek van aankomend weekend. En wat is hier van het weekend allemaal te doen? Ja, van het weekend is er hier op Halsteren tractorpullingwedstrijd. Aanstaande zaterdag en zondag daar vinden deze plaats. Twee dagen NTTO-wedstrijden. En een zaterdag beginnen we om 3:00. Dan hebben we van allerlei farmstokklassen en compact diesels van de National. En van allerlei leuke demo's en trucks en supersporttrucks. En wie kunnen we s'avonds allemaal in de tent verwachten? Ja, s'avonds in de tent, zoals jullie hierachter kunnen zien, hebben we een mooie tent staan. En daar komt de band De Beitels. Die speelt van allerlei leuke muziek. En daarbuiten hebben we nog feest-DJ Mark en DJ Van der Vorst. Dat klinkt in ieder geval gezellig. Als de strak blauwe hemel opeens verduisterd is, dan weet ik dat de trekker trek begonnen is. 100 meter vlammen op de vlak geschoten. Ik zie dat jullie hier nog druk bezig zijn. Hoe gaat de opbouw tot nu toe? Ja, tot nu toe wel goed, vind ik. Jot. Het schiet wel redelijk op, vind ik. Maar ja, het lijkt altijd alsof alles al staat, maar stiekem nog best veel werk op het laatst. Maar... Ja, want jullie zijn ook met best veel mannen aan het werk. Ja, ik vind het niet tegenvallen. Ik vind het best wel volk op afkom. Mm-hmm. Mooi om te zien wel. En op zondag is er ook iets te doen over er is er iets van een zwarte klasse, kan dat? Ja, dat klopt. Op zondag hebben wij een zwarte klasse. Eigenlijk twee, want dat is een tweewielklasse en een vierwielklasse. Dan heb je de tweewielklasse, daar zijn vooral crossmotoren en waarschijnlijk wegrace motoren en dat soort dingen allemaal. En dan een vierwielklasse, dat zijn crossauto's en misschien nog wel een vrachtwagen, dat soort dingen. En daar kan iedereen zomaar aan meedoen, dus dat is altijd wel leuk. En dan hebben we ook niet veel andere trekkertreks, dus dat is zeker speciaal. We gaan zuipen door het leven, geen feest is onze doel. Volledig naar de klote, interesseert ons geen hol. We lachen, gieren, brullen, het bier moet uit het vat. Het kan ook nooit normaal, dus we doen het. Ja, we doen het, maximaal. En wat is er aanstaande zondag te zien? Nou, dit jaar hebben we voor het eerst twee banen en dan ook twee dagen, dus ook de zondag. We hebben nu hier twee prachtige kleibanen liggen en op zondag staat de National programma, waaronder super, Light Superstocks en de Pro Stocks. Ja, en daarbij hebben we nog een trekkers van de Grand National erbij. Dus ook bijvoorbeeld Nederlands kampioen Rocky en Mud Patrol die afgelopen week het EK heeft gewonnen. Dus ja, zo hebben we een heel aantal mooie toppers hier naar Halsteren weten te krijgen. Nou, jullie zien het wel, het belooft weer een mooie feestje te worden aankomende zaterdag en zondag. Er zijn nog kaarten, dus we zien jullie allemaal aankomend weekend hier. Ons Brabant is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus lijkt jou het leuk om ons team te versterken? Neem dan contact op met Paul van Oosterhout of stuur een mailtje naar onderstaand e-mailadres.